Welkom op mijn YouTube-kanaal voor kappers. Mijn naam is Wolfgang Peppmeijer. Ik ben hoofdredacteur van Topher En als trainer en coach houd ik me bezig met het onderwerp persoonlijke ontwikkeling. En dat doe ik in de kappersbranche en erbuiten. Dit is mijn 199ste vlog. En deze keer gaat het over waardering en geluk. We hebben het heel vaak over geld. En de noodzaak om geld te verdienen. En dat blijft ook zo. Maar aan de andere kant hebben we het nooit over wat, wat is geld eigenlijk? En welke rol speelt geld eigenlijk in het leven? En is het de belangrijkste rol, is dat geld? Nee, zeker niet. Het is een secundaire rol. En de primaire rol is eigenlijk dat wij gelukkig willen zijn. Dat wij een gelukkig leven willen hebben. Dat we aandacht willen... En dat we waardering willen, dat is op de eerste plaats. En dan pas komt uh, geld verdienen. Ik had van de week uh, een post en die heette: Eigenlijk gaat het alleen maar over gelukkig zijn, gelukkige klanten, gelukkige medewerkers, gelukkige ondernemers. En niet om geld. Maar om te gelukkig te kunnen zijn heb je wel degelijk geld nodig. Dus het speelt wel een rol natuurlijk. Want als je het niet hebt, stel je voor, er komt een crisis zoals corona. en je hebt geen buffers. Nou, dan ben je niet gelukkig. En dan eh, heb je slapeloze nachten. Dus geld is nodig, maar speelt niet de allerbelangrijkste rol. Maar, nu komt het. Heel veel kappers weten inmiddels dat hun prijzen te laag zijn. en dat ze meer omzet moeten draaien. En daar zijn ze dan ook mee bezig en ze hebben doelen geformuleerd voor later. Ik heb bijvoorbeeld kappers die zeggen... ik wil binnen vijf jaar wil ik mijn omzet verdubbelen. Nou, dat is legitiem. Dan uh, heb je geen slapeloze nachten meer... en dan kun je waarschijnlijk, heb je financiële armslag. En ja, dan zijn er ook, ook kappers die zeggen... ik wil over tien jaar financiële vrijheid... Als je dat over tien jaar wilt, dan moet je vragen: wat wil je dan over vijf jaar? En dan heb je, hè, je maakt het doel steeds kleiner, omdat het dan overzichtelijk wordt, overzichtelijker wordt. En dan heb je over vijf jaar financiële armslag. Als je zegt: ik wil over vijf jaar in plaats van 100.000 uh, omzet die ik nu heb, wil ik over vijf jaar 200.000 hebben. Dan betekent dat: wat wil ik dan over vier jaar? Wat heb ik over drie jaar? Twee enzovoort. Nou ja, dat, dat zijn allemaal hele bekende uh, stramine. Uh, dat je een doel in de vette kleiner moet maken. En dan moet je kijken: van als ik over vijf jaar dat wil, wat moet ik dan dit jaar binnenbrengen aan omzet? Nou, en dan hebben we het weer. Dan is onze hele concentratie, alles is gericht op die 200.000 euro die we over vijf jaar willen verdienen. Maar als cijfers uh, spelen alleen maar een rationele rol in onze hersenen. En aan die cijfer, die 100.000 of die 200.000, of wat je wil bereiken, als je daar niet in slaagt om daar een emotionele waarde aan te verbinden, dan red je het met moeite. Of anders gezegd, dan red je het misschien. Maar je moet ervoor vechten en je moet er zoveel voor doen. En mensen zijn niet gemotiveerd, die krijgen niet gemotiveerd door cijfers. Mensen reageren niet op cijfers. Ze willen altijd de emotionele waarde weten die daarachter zit. Uh, in principe ken ik er maar één die alleen maar puur, zek, rationeel op cijfers reageert. En dat is Dagobert Duk. Die ken je wel, hè? Die vindt het uh, die, die is een eenzaam mannetje, want die heeft maar één doel. En dat doel is zijn ze, ze geldhuis uh, 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 zo vol mogelijk te krijgen. En hij wil alles in contant, want hij wil dat natuurlijk zien. En af en toe neemt hij daar een bad in, in die, in die munten. Dat ken je allemaal, die, dat verhaal van Dagobert Duck. Maar de meeste mensen reageren iets anders dan Dagobert Duck. Die willen ook graag financiële armslag, maar ze willen, um, ja, hoe moet ik het zeggen, om gemotiveerd te raken, een hogere omzet te krijgen in je winkel, heb je emotionele doelen nodig. Zo, voor jezelf. En als je ZZP'er bent, dan hoef je die emotionele doelen die daarachter zitten, die, 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 die hoef je aan niemand te vertellen, die weet jij alleen. Stel je voor je hebt medewerkers. En je wil dat die medewerkers meewerken aan het doel van, ik wil over vijf jaar mijn omzet verhogen. Je wil dat ze meewerken. Uit welk, vraag je je wel eens af, uit welke redenen zouden medewerkers aan, aan mee moeten werken dat jij je omzet moet, wil verhogen? Noem maar één rationale reden. Die, die zijn er niet. Maar je kunt ze wel overtuigen door emotionele redenen. Moet, moet je, luister. Stel, je hebt uh, een medewerkster daarbij uh, die zegt: Nou, uh, over vijf jaar, ik weet helemaal niet waar ik, wat ik over vijf jaar doe. He, misschien ben ik over vijf jaar wel getrouwd en ik heb kinderen, maar vijf jaar verder hier in deze zaak en ik moet nu meewerken om een doel, wat over vijf jaar ligt, waar ik misschien helemaal niet meer hier werk, dat moet ik nu ondersteunen. Kun je je voorstellen dat er geen rationele redenen zijn voor een medewerker om dit te doen? Er moeten emotionele doelen moeten komen. Namelijk, wat zijn emotionele doelen? Dat is empathie voor medewerkers. Dat is uh, mensen waardering geven. Uh, dat is ook medewerkers meenemen, emotioneel meenemen in dat proces. Waarom willen we over vijf jaar de omzet hebben verdubbeld? Bijvoorbeeld omdat we een prachtige uh, uh, interieur willen hebben. Dan vraagt de medewerker, ja, wat heb ik eraan? En dan moet je weer de emotionele waarde vinden. Van, ja, maar dan werk je lekkerder. Dan heb je minder... Uh, en dat is veel rustiger. En wij willen ook minder klanten hebben, dus je hoeft ook minder te werken. Dat is een emotionele reden. Een andere, ja, weet je, als je dat niet vindt, als je geen emotionele redenen vindt, dan heb je maar één ding. Dan willen medewerkers rationele doelen. En wat is een rationeel doel? Dat is hoeveel poen verdien ik hier? Dan gaat het alleen nog maar over geld verdienen. Puur cijfers, medewerker ook. Puur cijfers. Jij wil over vijf jaar omzet verdubbelen. Ik wil meer loon. Poen. Daar gaat het om. Als je emotionele redenen vindt... dat je medewerkers waardeert... dat je ze... dat je... ja, ook... het ja, dat, dat woord lief tegen ze bent... dat, dat heeft met empathie te maken. Niet lief te zijn, maar... je moet wel empathisch tegen mensen zijn. En ook medewerkers vragen... Wat zijn jouw doelen over vijf jaar? En stroken mijn doelen met jouw doelen? En ja, als je vijf medewerkers hebt... dan moet je vijf keer dit soort gesprekken voeren. Kunnen wij, wat, wat kan jij doen? Of wat kan ik voor jouw beste medewerker doen? Dat jij mijn doelen, hè, omzetverhoging over vijf jaar dat je dat meedraagt. En ik wil niet dat je over vijf jaar gelukkig wordt, want dan werk je hier misschien helemaal niet meer. Ik wil dat je nu gelukkig wordt. En van dag één af aan wil een medewerker weten, wat heb ik eraan? Zo simpel is leven. Hè? Ook medewerkers zijn mensen, net zoals jij. En ook medewerkers willen een prettig leven en ze willen gelukkig zijn. En als ze dat in jouw zaak kunnen realiseren. en je kunt het voor elkaar krijgen dat jij gelukkig bent. dat je gelukkige medewerkers hebt en gelukkige klanten. ik denk, dan red je het. Maar wat, is dat voor, wat zijn dat voor vaardigheden die je moet leren. om dit te leren, om dit te kunnen? Ja, dat heeft weer te maken met persoonlijke ontwikkeling. met persoonlijke groei. Ja. En ik weet dat dat nu persoonlijke ontwikkeling dat is. een beetje een intellectueel onderwerp. Uh, wat, wat niet uh, 1, 2, 3 in, uh, te begrijpen is. Het is een beetje vaag voor heel veel mensen. Maar wat het betekent is dat ik als mens, ik als ondernemer, ik als um, mens in deze maatschappij, in deze tijd, mij afvraag: wat is mijn toegevoegde waarde? Voor deze planeet? Wat is mijn toegevoegde waarde? Voor de mensen die bij mij werken, voor de klanten die bij mij komen, voor de partner die bij mij leeft of met mij leeft. Wat is mijn toegevoegde waarde? En je af en toe afvraagt, kom ik op de, ben ik op deze planeet gekomen om alleen maar te nemen? Of ben ik op deze planeet gekomen om daar een balans in te krijgen? Dat ik ook iets geef. Dus een balans tussen nemen en geven. En dat noemen we persoonlijke groei en persoonlijke ontwikkeling. En denk erover na. Ja, ga je omzet verhogen. Doe het. Je hebt het misschien over een paar jaar nodig. Maar zoek een emotionele waarde voor jezelf en voor je medewerkers. Ik wens je voor volgende week heel veel wijsheid. En wij zien en spreken elkaar weer. Volgende keer. Dag mensen.